Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Koevoorde en Co. Yeah! Nou, we zijn hier nu met Ina. En nou, vertel me Hallo. Even en vertel me even wat je nou precies doet. Nou, ik werk binnen de gemeente Koevoorde en ik ben onder andere verantwoordelijk voor een aantal projecten in de binnenstad. Ja, en vandaag gaan we dus een uurtje met Ina meelopen en haar wat vragen stellen en laten zien wat ze nou eigenlijk doet. Leuk, leuk. Wees welkom. Laten we gaan. Lekker met de meiden, 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 blijf bij me. Vandaag ook een markt, dat is altijd op maandag. En daar gaan we even kijken. Van de groenten zijn altijd... Hele mooie sokken. Ja. En als je nog een onderbroek nodig hebt, ga je hier ook terecht. Nou meneer, wat wil je veranderen aan de binnenstad? Wat wil je graag in? Veranderen aan de binnenstad. Nu de objecten op het plein, dat het plein ruimer wordt en dat we er meer beter op kunnen met z'n allen. Dat is kramen, dat we meer ruimte krijgen. Oké, dus op deze manier wil minder objecten, zodat er meer plaats is voor de kramen en dat er mensen beter bij kunnen. Dat vind ik een hele goede Super. Dus wie wil? Kom allemaal hierheen. Oké, okay, nou we gaan nu zo even laten zien wat nieuw komt in Koevoorde. Dat gaat Ina dan even vertellen, dus dat gaan we zo even laten zien. Nou Ina, wat zijn de plannen voor Koevoorde? Nou, een van de dingen wat jullie net deden, even op de kanon klimmen. Dat is niet iets wat de bedoeling is. Paviljoen en tijdelijk iets neer gaan zetten waar mensen de historie kunnen beleven, voelen, aanraken. Zodat een beetje bij het kasteel komt. Precies, alles in het kader van historie, want dat is natuurlijk waar Koevoorde zich in kan onderscheiden. Maar ik hoorde net het festivals, ja. Maar wat is daarvan het idee? Gewoon festivals voor onze leeftijd of voor wat ouder? Nou, we proberen iedereen daarin mee te nemen, maar alsjeblieft kom met ideeën, want voor ons is het heel erg lastig om jullie te bereiken. Dus als je leuke ideeën hebt voor Koevoorde, laat het even weten in de reacties of op het Instagram account van Koevoorde. Nou meneer, we zijn dus nu in Koevoorde. Ja. En ik wou dus eigenlijk vragen, wat vindt u nou eigenlijk van Koevoorde? Ja, nou ik woon hier al een jaar of 30, dus dat is wel goed op touw. Maar ja, er kan natuurlijk wel wat gebeuren, hè. En wat vindt u dat er kan gaan gebeuren hier in Koevoorde? Meer gezelligheid. Meer gezelligheid. Vindt u het een beetje saai misschien? Zondags, ja, dan is het saai. Ja, zondag. Ja, nou is toch gewoon zo. Toch zou je wel eens anders willen in de stad eigenlijk. Ja. Ja. Heel leeg, dus er kan allemaal dingen komen. Nee, maar wat? Hier moet het graag gebeuren. Alleen niet bebouwen met huizen of iets dergelijks. Gewoon, hier moeten de festivals beginnen. Ja, festivals. Nou meneer, u haalt precies de woorden uit onze mond. Ja. Ja. Of u weet gewoon stiekem wat hier gaat gebeuren al. Weet u dat al stiekem? Of u dat zelf nou, ik hoor af en toe wat en dan zit ik wel boven mee te luisteren. Oh. Goed. Is het met als dansen zo? Nu bij de Reach-up. Ja, en dit is? Ik ben Harmjan Veenstra. Ja, en we gaan even aan hem vragen. Wat vindt u van Koevoorde? Koevoorde is een hele bruisende stad met heel veel historie. Waar heel veel is gebeurd de laatste tijd en waar nog heel veel gaat gebeuren. Ik wil eigenlijk vragen, hoeveel pennen verkoopt u per dag? Hoeveel pennen ik per dag verkoop? Ja. De ene dag 100 en de andere dag 3. Leuk zo'n vlog. Ja hè? Ja. Yes. Ik zie niet. Oh ja, zo'n kopje. Snoop Dogg! Geen McDonald's! Kan daar in Koevoorde McDonald's komen? Nou, kan wel. Als McDonald's... Misschien een klein McDonald's. Als McDonald's interesse heeft, dan kan die zeker komen. We zijn nu binnen in het centrum. Maar Ina, wat gebeurt hier nou? Ja, op zich gebeurt hier niet zo heel veel. Het is hier rustig. Er zijn veel zaakjes die hier uit de ganzenhof weggaan. En die
de binnenstad intrekken. Dus als jullie nog ideeën hebben, zet het in de reacties. Yeah. Misschien kan dat jullie school hier wel naartoe. Ik weet het niet, maar... Okay. We gaan dus nu de trappenrace houden tussen Ina en Roos. En we gaan bij elke gemeentelid gaan we de opdracht doen tegen een van ons. En wie dat het beste heeft gedaan op het einde, dus over 3 maanden, wie dat het beste heeft gedaan, die wint. Ja. We moeten de trap op en af. En we gaan nu aftellen. 3, 2, 1. Ja, en de winnaar is Roos. Ina moet nu een opdracht gaan doen. Midden in de Albert Heijn. Heel gênant gaan dansen. Dus we gaan er nu even heen. 15 seconden dansen. De tijd gaat nu in. 3, 2, 1. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat? En nu gaan we terug naar het gemeentehuis. Ina is dus werkoverleg en wij moeten weer naar school. Ik heb zin in patat. Zie je mijn nieuwe plannen? Leuk, hè? Sluitingskanten, dus Roos gaat er even wat geld in gooien. Ja. Nou, dit was onze vlog. Hopelijk dat jullie het leuk vonden. Met een duimpje. Ina, doe natuurlijk duimpje omhoog en abonneren. En abonneren. We zien jullie volgende week weer. Doei!